Hallo allemaal en welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Fadi Awad en vandaag gaan we praten over de embedded SIM-kaart. De embedded SIM-kaart is eigenlijk heel interessant, zeker en vast tijdens de vakantieperiode. Zeker als je buiten de Schengenzone bent. Dit is allemaal belangrijk als je niet graag wilt meer betalen of roaming moet betalen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Voordat ik ga beginnen over de uitleg, wil ik u aandacht vragen om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Dan blijf je op de hoogte van de meldingen en de video's die ik vaak upload. En ik ga zo meteen beginnen nu naar de site waar wij kunnen gaan surfen. Dat is namelijk hier deze site, Eralo. Eralo is beschikbaar in verschillende talen, dus je kan de talen kiezen die je graag wilt. Dan zie je verschillende talen. En dan kan je ook, dus ik kies nu voor het Nederlands. En dan, wat zien we eigenlijk? Dat jij kan overal tijdens je reis verbonden worden. Dit is allemaal handig, zeker en vast, als je buiten de Schengenzone bent. Dan kan je dan hoef je eigenlijk je telefoonnummer niet te gebruiken of je nummertje niet te gebruiken. En dan kan je enkel en alleen een bundeltje kopen. Maar deze keer kan je de bundeltje online kopen. Dus we gaan nu bekijken local SIM's kaarten en je kunt regionale SIM-kaarten bekijken. Dus je zegt bijvoorbeeld, ik ben in Europa en dan kan je bijvoorbeeld een kaart kopen of een embedded SIM-kaart kopen die dekt meer dan 39 landen, zoals je hier ziet. En de prijzen zijn haalbaar, dus je betaalt ongeveer 185 dollar of 100 dollar of 37 dollar. Dat hangt af wat je graag wil doen. Wil je meer data kunnen gebruiken of wil je meer bellen? En staat allemaal, alle bundels staan hier te bekijken en je kan alles vergelijken. Je kan ook wereldwijd e-simkaart aanschaffen en dan bijvoorbeeld dan kies je een dekking voor 130 landen en dan kan 1 gigabyte data gebruiken en geldig voor 7 dagen, etcetera, etcetera. Er zijn zo verschillende bundels. Kan je zeggen, kijk, nee, ik wil een lokale e-simkaart kopen. Dan kan je kiezen, ik wil nog een andere landen kiezen. Bijvoorbeeld, ik kies, stel dat ik nu naar, ik kies een land waar ik nu naartoe zou gaan. Stel dat ik nu naar Canada zou reizen. Dan kan ik bijvoorbeeld dit kunnen aanschaffen en ik betaal gewoon maar 60 dollar, sorry, 6 dollars. En de 6 dollars kan ik genieten van 1 gigabyte en geldig voor 7 dagen. En hoe kan ik dit allemaal doen? Ik ga straks uitleg geven aan jou. Dus je moet gewoon een applicatie downloaden. En dan kan je kiezen hier je bestemmingpakket en je installeert de QR-code. Dus je installeert de applicatie en dan kan je je SIM-kaart activeren. En onderaan, als je scrolt op de site, dan zie je feedback of reviews van verschillende mensen. Die zeggen, ja, we hebben deze kaart of de e-SIM overal. Ben je bijvoorbeeld mijn contact. Of je hebt overal een dekking. En kan je hier onderaan lezen en hoeveel sterretjes geven de mensen. Dus eigenlijk, en ze zijn
laten we zeggen, de call center. Ze zijn beschikbaar 24 op 7 en gedurende 365 dagen. Dus eigenlijk 24 op 24, 7 op 7 en heel het jaar door zijn ze beschikbaar om u onder te steunen. En je betaalt enkel en alleen wat je eigenlijk gebruikt. En die zijn allemaal prepaid kaarten. En we zien hier onderaan dat de eSIM-kaart is bijvoorbeeld beschikbaar voor Google Play en ook voor Apple of de mensen die met iOS kunnen werken. Dus deze site www.eerallo.com. Ze zijn allemaal hier voor jullie om te gebruiken. En straks laat ik jullie zien hoe ik met de gsm dit kunnen gebruiken. Dus ik heb nu de applicatie al gedownload op mijn gsm en dan klik ik op de volgende. Dan hier zegt hem tegen mij ontvang gegevens aan pakket tegen betaalbare tarieven. Ik zeg volgende. Gebruik gewoon de eSIM-kaartfunctie op je telefoon direct. Ik zeg oké. Eenvoudig installatie en activatie in slechts enkele minuten. Ik zeg volgende. Nog niet overtuigd. Ons ondersteuningsteam is beschikbaar. Nu in starten. En ik zeg sta toe. En dan ben ik hier op de hoogte. En dan zeggen ze tegen mij populaire landen. Ik kijk naar die landen die populair zijn. Allemaal goed en wel. En ik zie hier de landen die beschikbaar zijn. Stel dat ik nu naar ik zoek een gegevenspakket. Stel dat ik nu naar bijvoorbeeld Egypte zou kiezen. Ik klik hier op Egypte en dan kijk ik bijvoorbeeld Giza Mobile en dan geven ze bijvoorbeeld een dekking van in Egypte en die geven een gegevens in gigabyte en ik betaal alleen maar $7. En dat is allemaal goed. Nee, ik zeg nee, ik wil dat niet doen. Ik zou ik zou kiezen bijvoorbeeld voor een andere bestemming. Ik zou kiezen voor Libanon bijvoorbeeld. Libanon, ik zie hier Libanon beschikbaar, ja of nee? Nee, Libanon is niet beschikbaar. Naamland Libanon misschien in het Engels. Libanon ook niet beschikbaar. Dus Egypte was wel beschikbaar. Stel dat ik kies voor een regionale simkaart. Ik zeg voor bijvoorbeeld Midden-Oosten. En dan kies ik bijvoorbeeld voor MENA-Link. Ze zijn allemaal beschikbaar in het Midden-Oosten. En ongeveer ook betaal je $15. En geldig voor 7 dagen. Dat is allemaal handig. En dan kan je zien mijn simkaart. En kan je gegevens hier registreren. En dan kan je ook alles wat je gearchiveerd hebt van eSIM-kaarten. En je kan ook een account maken. Je kan inloggen via verschillende kanalen. Zoals Facebook of account van Apple of van Google. Google. Oké, dit is eigenlijk de belangrijkste ding die je mag gebruiken. En ik raad u aan om dit te doen. Enkel en alleen als jij buiten de Schengenzone bent. Dank u. Oké,
Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik hoop dat jij ook met deze video kan iets meedoen. Zeker als jij op vakantie bent buiten de Schengenzone. Dan hoef je eigenlijk niet een simkaart te kopen. Dat is al nummer 1. Nummer 2, je hoeft niet te wachten. Ah ja, ik heb een open wifi hier beschikbaar of zo. Dan kan je eigenlijk gewoon een prepaid kaart downloaden op je gsm. En daarna ben je op de hoogte. En dan kan je bellen wat je doet. Oké, dank u voor het kijken. En als je vragen hebt, aarzel niet om commentaar te geven onder de video. Dan kan ik je vragen beantwoorden. En ik zie jullie in de volgende video. Dankjewel, tot ziens, dag.